Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Mekka en Medina Reizen. Uw reisbureau voor Hajj, Umrah en Al-Quds, Palestina. Voor meer informatie kijk op www.mekkamedina.nl. Assalamu alaikum mensen, dit is dag 2 van Salahuddin gaat Marokkanen uitzwaaien bij Hazeldonk. Ik dacht, weet je wat, laat ik het gewoon nog een dagje doen. Ik vond gisteren zo gezellig, ik dacht, ik ga het gewoon nog een keer doen. Maar dit is dan de laatste dag. En dan gaan we kijken nogmaals hoe de Marokkanen gaan vertrekken hier vanaf Hazeldonk. Kijk mee. Naar Marokko? Inshallah. Zet in trek. Inshallah. Ja. Hoe ga je dat dan? Zet Tetouan. Tetouan, inshallah. Tetouan, inshallah. Waar gaan jullie allemaal heen? Wat? We gaan naar Tanja. Ja. Daarna gaan we naar Kirsef. Naar welke stad? Hosima. Den Haag. Wanneer wil je? Oh ja, ja. Je gaat naar de harde kern. Ja, harde dingen toch. Naar Marokko, ik. Ja, inshallah. Ja. Inshallah. Spannend of? Ja, valt wel mee. We gaan een leuke vakantie van maken, inshallah. Ja. Bootje huren. Alles. Jetski. Jetski, alles wat erop en eraan. Elke dag strand. Alles. Spannend of niet? Heel spannend. Altijd spannend, hè? Toch? Krijg je elke keer het gevoel erbij? Of? Elke dag of elk jaar kippenvel, hè? Toch, echt? Ja, 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 zeker. Ja, vooral die begin, hè? Vooral die begin. Tom Willa Kursimzien. APK, nieuwe olie, nieuwe alles vers. Alles is vers. Jij als moeder, heb je zin om te gaan? Zeker, zin in vakantie. Elke zomer of? Lang, ja, elke zomer. Met de auto gewoon? Nou, soms met vliegtuig, maar nu gaan we met de auto. Vinden we heel leuk. En gewoon weer die oldschool dingen omhoog? Of? Het geeft veel nostalgie, want als kind deed ik dat ook altijd met mijn ouders. Heb je een coolbox meegenomen of niet? Nee, geen coolbox, maar veel eten, man. Geen coolbox? Nee. Jij hebt nog de busje tijdperk meegemaakt? Ja, busjes. Mijn ouders hadden inderdaad een hele grote bus en daar kon je ook in slapen. Ja, ja. We namen ook altijd mijn boodschappen mee. Heb je een lakkaart meegenomen, je Marokkaanse lakkaart? Die heb ik bij me, man. Ja? Ja, man. En dat je lakkaart bent vergeten, Marokkaanse water wordt gek, hè? Die heb ik ditje laten maken, man. Als je bij de boot aankomt en je zegt tegen je vader, ik heb geen lakkaart bij me. Zo! Die rol hotel. Hallo, maar ik ben het wel. Ja, maar ik heb dit buiten slapen. Nee, inshallah. Alles is jarrabet. Wat vind je saai in Marokko? Wat vind je niet leuk? Niks. Alles leuk? Ja. Alles? Ja. In kind thuis ben ik. Verres je dat nou weer? Ja, we zijn toen ze drie. Temum maar meegenomen, Temum. Temum, ja, dat zijn die steentjes toch? Ja, man. Heb je die? Ja. Heb je zeker of? Ja, mijn ouders hebben die. Haal hem eens. Nee, heb je alles meegenomen wat je hoort mee te nemen of niet? Klopt, ja. De gebruikelijke cadeaus. Temuma? Die hebben wij ook, die hebben wij ook. Netflix de hele tijd achterin zeker? Mag niet. Hotspot? Mag ook, vraag om hotspot. Een knuppel voor als in Spanje iemand gek doet? Nee, dat niet. Wij zijn niet gewelddadig. Nee, maar Marokkanen hebben altijd toch iets onder die, zeg maar, weet maar nooit. Daar hoor ik het niet bij. Heb je knuppel meegenomen of iets voor de voor rijk? Knuppel. Ben een hele scherpe mes. Ja? Onder de stoel zijn. Ja, serieus? Ja, heb je rijbewijs of niet? Ja, ik heb mijn rijbewijs. Je mag rijden met je vader? Pas gehad. Mag je al rijden? Ja, ik denk het wel. Ja? Ja, ja. Of die vader die nog op je let als je rijdt is ook. Ja, hij let wel op mij, maar... Gun je een beetje met hotspot? Ja, maar alles gedoseerd. Eén uur per... Ja, niet één uur, maar je dacht van niet acht uur op een dag. Hij mag niet, hoe lang mag hij hotspotten? Nou, als het aan Ilias ligt, dan gaat hij dat de hele dag doen. Ja, maar hoeveel gun je hem? Oh, nou, ik vind drie uurtjes op een dag vind ik wel meer dan zat. Maar nu zitten ze in de auto, nu is het saai. Gun je ze dan iets meer? Nee, je moet gewoon om zich heen kijken en we zien allemaal luchtballons. Oef! Ja. Goede gesprekken natuurlijk. Ja. Pedagogisch verantwoord allemaal. Nou, we doen ons best. Ja, we moeten ons natuurlijk wel aanpassen hoor. In Spanje krijgt die pak slaag gewoon of niet? Nee hoor, nee. Angst werkt af en toe gewoon. Je moet niet zeggen, af en toe werkt het wel. Hou je schermtijd bij? Nou ja, we proberen dat nu. Meen je dat nou? Ja. Deze week 2 uur extra schermtijd. Zie die Mac. Ziet je Mac alles wat je mee moet nemen? Ik knuppel je hele van Spanje. Milikje gelijk ook van Spanje. Gaat die gorzo lekker leven. Ja, kees lekker gelijk. Maar ik kan ook gaan zinnen. Wel, hoe ziet ik het? Ziet ik vloot heel kan bij je zien wij. Is al een leed daar? Inshallah, ja. Schaapslachten, alles gewoon. Ga jij die mes trekken? Die mes is aanwezig. Ga jij het doen? Nee, ik ga het niet doen, man. Ik ga weg gewoon kijken. Gewoon gezellig mee. Maken zo. Kijk, deze generatie, in plaats van mes trekken, wij doen snap maken. We zijn geen mannen meer als hem. He's the one alone. The prophet's face of humankind sent to all nations. Terug stellen, man. Zij aankomen. Allah, wat smaak. Da'wat al-Musafir, maqbool. En doe du'a voor de kijker.
Want de du'a van de musafir die aan de reizen die maqbool aan Allah. Ja, Allah yuwassal al jami', Allah yuwassal Allah yuwaffiq al jami' fi al safar w li bash yumajji. Amin. Tawfiq al jami', amin. Met ga je met ons bidden? Maghrib, ja tuurlijk. Is nu Maghrib? Bijna. Allah yhafdhik, Allah yaawnkom. Ik heb gehoord dat jij een mooie stem hebt, je kan mooi reciteren. Ja. Ik zou het een eer vinden als jij deze uitzending in deze aflevering wil afsluiten met een prachtige recitatie. De mensen die gaan op vakantie, prachtige afsluiter, een beetje Qur'an voor jou. Is dat goed? Inshallah, dat kan niet. Dit was de laatste keer dat ik hier, in ieder geval voor dit jaar, de laatste keer dat ik bij Hazeldonk afscheid ga nemen van de mensen die op vakantie zijn. Terugstellen me allemaal. En tot volgend jaar, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.